Welkom stelhelden, de temperaturen buiten beginnen al lekker op te lopen, het zonnetje begint te schijnen, de zomer begint eraan te komen. En in dit warme weer wil jij er natuurlijk ook nog steeds perfect en stijlvol uitzien, zonder dat je het super warm krijgt, zonder dat je oververhit raakt en zonder dat je hele lichaam overal kapot zweet. Geen zorgen, ik heb jullie. Vandaag in deze video ga ik jullie helpen om je perfecte stijl te vinden met extra koele kleding. Zodat je lekker koel blijft, ondanks dat het buiten ontzettend warm is. Als je nieuw bent op mijn kanaal, welkom. Dit is mijn kanaal Gentletooth. Mijn naam is Patrick en op mijn kanaal help ik van jongens mannen te maken en van mannen gentlemen. Dus abonneer snel en volg me, zodat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste video's. Uiteraard heb ik ook een Instagram, Gentletooth op Instagram. Volg me daar ook op en dan weet je zeker dat je niks mist. Laten we er snel in duiken. Hoe zorg jij dat je cool blijft met deze warme temperaturen? Wat voor kleding moet je gaan dragen? Wat voor stijl moet je gaan dragen? Ik heb vandaag 5 tips voor jullie om te zorgen dat jij cool blijft, ondanks dat het zo warm is. Dus laten we er snel in duiken. Laten we beginnen met tip nummer 1. En dat is witte kleding. Eigenlijk witte alles. Witte t-shirts, witte sneakers, witte broek. Niet heel je outfit natuurlijk wit, maar wat kleine witte accenten. Witte sneakers zijn vaak perfect voor de zomer. Zeker als je een lekkere zomersneaker hebt die lekker simpel is, niet te dik is, dan blijft het lekker cool. Zeker door de witte kleur. Wit weerkaatst namelijk licht en wit licht is eigenlijk gewoon energie. Dus hoe minder licht jij opvangt op je kleding, hoe koeler jij het houdt. Zorg er dus voor dat je kleding zo wit mogelijk is, zodat het al die lichtstralen lekker weerkaatst en niet jou opwarmt. Witte simpele basic t-shirts zijn natuurlijk ook perfect voor de zomer. Dit is echt ideaal om lekker boven de spijkerbroek te dragen. Houd je lekker luchtig en warm. Zorg er natuurlijk wel voor dat je geen deodorantvlekken hebt onder je armen. Het shirt moet echt mooi egaal wit zijn. En geloof me, als je dat aan hebt, dan loop jij er perfect bij en hou je het cool. Lichte kleuren zijn dus je vriend bij warme temperaturen. Maar niet alleen lichte kleuren. Tip nummer 2, dat zijn instappers. Naast de sneakers wil je natuurlijk ook wel andere schoenen kunnen dragen deze zomer. En niet alleen sneakers, maar ook instappers. Instappers zijn ook echt de ideale schoenen om lekker te dragen in de zomer. Ze zijn vaak redelijk luchtig, redelijk licht. Dus je kan ze lekker dragen in de zomer, worden niet te warm. Meestal worden deze ook zonder sokken gedragen. Zorg natuurlijk wel dat ze goed passen, zodat je geen blaren krijgt als je deze schoenen zonder sokken draagt. Heel veel Italianen dragen dit. Nou ja, dit is toevallig ook een schoen die uit Italië komt. Uiteraard wel zorgen dat je schoenen van leer zijn, zodat ze goed luchtig zijn en goed luchtig ademen. En niet een plastic schoen hebt, want dat maakt het heel erg broeierig, waardoor je echt zweetvoeten krijgt en het eigenlijk alleen nog maar warmer hebt. We hebben de lichte kleuren, we hebben de instappers en uiteraard kan daar niet wegblijven korte broeken. Korte broeken zijn natuurlijk ook ideaal om te dragen in de zomer. Heerlijk om de wind zeg maar langs je benen te kunnen hebben en dat het lekker de warmte kan wegwaaien. Maar pas op met korte broeken. Niet alle korte broeken zien er goed uit. Probeer een beetje als regel dat ongeveer 1/3 van je been een korte broek wel bedekt. Maar maximaal tussen de 5 à 10 centimeter boven je knieën. En zorg ervoor bij korte broeken, dat is echt heel belangrijk, dat ze goed strak om je benen gevormd zijn. Niet te strak natuurlijk, het moet geen hotpants worden. Maar wel gewoon netjes strak om je been en niet dat je zulke wijde pijpen hebt. Dat ziet er op het oog vaak wat minder uit. Korte broeken zijn wel een beetje gevaarlijk, want niet iedere man heeft natuurlijk de perfecte benen. Sommige mannen hebben echt benen met haren erop, niet normaal. Ja, dan is een korte broek misschien niet helemaal jouw ding en dan zou je toch beter kunnen gaan voor langere broeken, maar met hele lichte stof. Dus pas een beetje op met korte broeken. Het kan er goed uitzien, maar het kan ook wel verkeerd vallen. Dus let goed op, zorg ervoor dat het liefst ook wel vaak chino broeken zijn. Dus niet een korte spijkerbroek, dat is vaak een beetje raar, ziet dat eruit. Maar een chino broek als een korte broek is eigenlijk perfect voor de zomer. Hier zo'n klein voorbeeldje van een chino broek die er perfect uitziet. En dan komen we bij tip nummer 4. En geloof me, dit is echt de magischste tip. Dit heb ik eigenlijk ongeveer 3-4 weken geleden pas zelf ontdekt. Maar dit is echt de tip om cool te blijven bij warmere temperaturen. En dat is linnen kleding. Misschien voor de kenners onder ons valt het al op. Ik heb een linnen overhemd aan momenteel. Daarom is die ook wat meer gekreukt. Linnen kreukt namelijk heel snel. En behoudt die kreuk ook heel erg. Dat geeft helemaal niks. Dat hoort bij de stijl. Maar linnen is echt de perfecte stof om te dragen met warme temperaturen. Linnen is eigenlijk een stof waar je zo doorheen kan kijken als je tegen het licht ophoudt. Dus eigenlijk ieder zuchtje wind blaast zo door je shirt heen. Toen ik dit shirt voor het eerst aan had, had ik echt het idee en buiten liep, had ik echt het idee dat ik gewoon bijna geen shirt aan had. Want ik voelde gewoon letterlijk de wind op mijn lichaam blazen. Linnen is echt perfect. Dus heb jij het snel warm, draag gewoon een lekkere linnen broek en een linnen shirt. Ideaal, houd je ontzettend cool. Linnen is echt de magische stof. Dit shirt heb ik bij Taylor Store toevallig vandaan.
Dat is ook echt een tip trouwens, als jullie dat willen. Zorg er natuurlijk voor dat al je kleding perfecte fit heeft en perfect om je lichaam heen past. Dat blijft altijd het belangrijkste om er goed uit te zien. Maar linnen, heb je er nog geen ervaring mee? Check het een keer, want in de zomer gaat het je zo ontzettend koel houden, dat is niet normaal. Naast het zorgen dat je koel blijft natuurlijk, is het ook ontzettend belangrijk om je ogen te beschermen. Zeker als de zon fel is en als de zon fel staat, ondanks dat je het misschien zelf niet merkt, kan het toch best wel schade leveren aan je ogen. En een zonnebril is natuurlijk ook ideaal om dan op te zetten. Dus zeker voor je zomerse stijl, dit is tip nummer 5. Zoek een mooie zonnebril uit en draag hem. Let goed op bij zonnebrillen dat de stijl van de zonnebril goed bij je gezicht past, zodat jij de perfecte zonnebril hebt. En zorg er ook voor dat je een goede zonnebril hebt. Als het in je budget zit, koop een goede zonnebril en geen plastic glazen. En let wel op, want er zijn heel veel zonnebrillen op de markt die gewoon ontzettend duur zijn, maar niet per se heel goed zijn. Mijn zonnebril is van het merk Serengeti. Dat vind ik echt een aanrader. Dat zijn namelijk echt topkwaliteit zonnebrillen. Ze zijn zeker wel aan de dure kant. Maar de zonnebril, als je die draagt, je gaat ervan houden. Het is namelijk een zonnebril die niet alleen gepolariseerd glas heeft, maar ook fotochromatisch glas. Nou, wat betekent dat? Photochromatic glass. Dat is glas wat reageert op de lichtintensiteit. Sta je dus in de felle zon, dan worden de glazen donkerder en laten de glazen dus eigenlijk minder licht naar binnen, waardoor jouw ogen dus eigenlijk een grote last van zich afhalen. Maar rij je bijvoorbeeld in je auto en je rijdt door een tunnel heen, ja, daar is het wat donkerder. Nou, dan worden de glazen juist weer wat lichter, zodat je je zonnebril niet hoeft af te zetten in de tunnel bijvoorbeeld, maar gewoon door kan rijden en je wel gewoon weer de lichtinval hebt die je nodig hebt om te zien wat je doet in die tunnel. Voor mij is het echt een aanrader. Zoek je een goede zonnebril, kijk even naar een Serengeti zonnebril. Jazeker, hij gaat duur zijn. Maar je gaat er jaren mee doen. En geloof me, als je eenmaal aan die glazen gewend bent, die zich veranderen naar de mate de lichtintensiteit sterker wordt, wil je niet meer anders. Yes, dit zijn mijn tips om jullie cool te houden deze zomer en er goed uit te laten zien natuurlijk terwijl jullie dat doen. Vond je deze video nou handig en vond je deze video leuk? Geef me alsjeblieft even een like op deze video. Abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje, zodat je zeker weet dat alle video's naar jou toe komen. Je kunt hem ook volgen op Instagram. Gentitude op Instagram. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende week bij de volgende video. Laters!